Nou, we hadden gisteren de generale repetitie, die ook al werd gefilmd, voor als er vandaag iets misgaat. En hij ging wel goed, maar er was een probleem met mijn geluid, want mijn microfoon deed het niet. Toen dacht ik op een gegeven moment van, chips, hij staat niet aan. Want in het begin dan hoor je nog het stukje op de band en dan staat de microfoon nog niet aan. Maar dat stond hij dus al niet. En toen dacht ik echt zo van, shit, shit, shit. En toen moest ik zingen en toen hoorden de mensen me niet. En als Rosanne dan ging zingen, hoorden ze het wel. En bij het tweede couplet moest ik best wel veel alleen zingen. En toen dacht Rosanne, ja, ik ga maar meezingen, want dan horen ze het tenminste. En zo hebben we het eigenlijk een beetje opgelost. Tenminste, Rosanne heeft het wel een beetje opgelost. Na het optreden mochten we naar Rusland, naar de laatste, mochten we nog een keer gelukkig. En die ging wel helemaal goed. Dus ze hadden gelukkig alles weer aangezet en het ging helemaal toppie. We zijn er helemaal klaar voor en we gaan denk ik nog wel één keertje doen of zo. Even repeteren, maar we zijn er wel helemaal klaar voor. We gaan een soort van, ja... Chillen? Ja, een beetje chillen, een beetje rustig aan doen. En we gaan misschien nog even na het shoppen, moet je het niet echt noemen, maar een beetje naar marktjes en zo kijken. En dat. Souvenirtjes. Van die babushka dingen. En ze hebben hier ook heel veel... Van zulke bloemenkransen. Ja, van die... En babushka poppetjes, dat zijn van die dingetjes die dan... die dan openmaken ja, en dan zit matrushka, er babushka, boeit het. Matrushka dan. Ook goed. Matrushka. Nou, in ieder geval dat. En ze hebben van die bloemenkransen waar ze altijd mee dansen en zo. En fruit en snoep en alles. Eigenlijk wel supermarkten en zo. Oops.